Na twee nederlagen op rij hebben de mannen van Bloemendaal weer eens gewonnen. Op eigen veld werd HGC met 1-0 aan de kant geschoven. Olmer Meijer tekende in de slotfase van de eerste helft uit een strafcorner voor de beslissing. Goed was het spel van Bloemendaal nog allerminst, maar daar leek niemand zich echt druk om te maken. Nee, maar ja, als je twee wedstrijden achter elkaar verloren, dan gaat mijn mening dat winnen. En ik denk, we hebben de laatste week niet ons allerleukste en beste spel laten zien. Dus dan is het alleen maar één ding belangrijk, dat je uit de organisatie gaat spelen. Ik denk dat we ontzettend hard hebben gewerkt en dat we in ieder geval goed hebben gedaan. En dat kun je niet verwachten dat het meteen in één keer weer goed gaat. Maar het is wel heel lekker dat we in ieder geval weer 3 punten pakken. Ik zei tegen de jongens, je kan niet verwachten als je 2 weken toch wat minder speelt. En zeker 2 keer verliest. Niet om arrogant te zijn, maar het voor ons toch niet vaak gebeurt. Ja, dat was best wel even een klap vorige week. Dan kan je niet verwachten dat je nu meteen de sterren van de hemel speelt. Je mag het niet als excuus gebruiken dat de internationals veel zijn weg geweest. Maar ja, we hebben heel veel getraind en weinig bij elkaar geweest. En als je dan wint, is het goed. Dat maakt niet uit. Maar als het dan wat minder gaat, dan is dat toch wel lekker. Dus vrijdag hebben we goed bij elkaar gezeten en gezellige dingetjes gedaan met z'n allen. Een beetje bij elkaar geweest de hele avond. En ja, dan vandaag was maar 1 ding. En dat moest, we moesten winnen. En als het dan 1-0 wordt of 3-0 of 3-1, dat maakt dan ook weer niks uit. We halen ook voor het eerste seizoen de 0. Dus wat is goed en wat is niet goed, dat hebben we goed gedaan. We hebben goal gemaakt. Ik denk dat we terecht gewonnen hebben. Maar goed, we hebben niet ons mooiste spel van de eerste helft van het seizoen laten zien. Maar het was niet belangrijk vandaag. Belangrijk was dus wel dat er gewonnen werd. Want 2 nederlagen op rij bij een club als Bloemendaal betekent een kleine crisis. Of viel dat allemaal wel mee? Ja, ik weet niet. Nee, het is geen crisis. Zeker niet. Dat hebben we ook denk ik wel laten zien dat het dat niet was. Alleen, ja, de druk die op je eigen team legt. Wij willen gewoon heel graag winnen. En we hebben denk ik de spelers, veel internationals, oud-internationals, jonge oranje spelers. En we hebben goede corner. Dus we hebben alles in huis om die wedstrijd te winnen. En dat nemen we onszelf kwalijk, dat we dat niet hebben gedaan. En zeker de manier waarop we dat hebben gedaan de laatste weken. Ja, dat is de enige druk die we onszelf opleggen. Maar ik denk dat er ook qua plezier in de ploeg helemaal niks, geen crisis is geweest. Zeker niet. Nee, er is geen kleine crisis. Kijk, we weten dat we ten opzichte van vorig jaar wat ervaring hebben ingeleverd. Nou, dus dat betekent ook dat je af en toe eens tegen een uitslag kan aanlopen die je misschien niet verwacht. Nou ja, goed, daar leren we ook weer van. We worden weer sterker van. Ik vond dat we na OZ hebben die stap niet gemaakt. Daar verloren we, vond ik ons nog aardig goed spelen. Tegen Kampong hebben we gewoon niet goed gespeeld. Verliezen we ook. Ja, dat is wennen voor sommige jongens. Ik vind wel dat ze nu karakter getoond hebben om dat weer op te pakken. Dus nee, het was geen crisis. Maar we hebben wel weer even met elkaar goed aangekeken om het beter te maken. En dat leidde dus tot de zege op HGC. Maar toch, de winterpauze die voor de mannen in de Rabo-hoofdklasse al in is gegaan, komt voor Bloemendaal, ondanks deze overwinning, misschien toch best wel gelegen. Ja, misschien wel. Maar het is ook wel weer lekker om na een overwinning meteen weer door te gaan. Dus ik had ook wel graag misschien wel weer een wedstrijd gespeeld. Nee, we gaan nu eerst weer lekker met het Nederlands team verder. En dan sluiten we in eind februari, maart, dan gaan we weer met Bloemendaal aan de gang. En dan gaan we proberen om in ieder geval die play-offs zo snel mogelijk veilig te stellen. En dan weer vol voor het kampioenschap.